Volgend jaar 1 miljoen meer omzet. Dat is waar wij met onze klanten aan werken. En denk je nou van ja, dat is allemaal wel leuk, maar ik heb nu al een gigantisch volle agenda, dus 1 miljoen meer omzet, hoe in hemelsnaam moet ik dat nu rechtbreien? Ik weet nu al waar ik mijn tijd niet vandaan moet halen. Nou, dat herkennen wij. Wij hebben jaren ook zitten buffelen, meer mensen in dienst genomen. En dan herken je dus eigenlijk dat je omzet gaat inderdaad omhoog, hè, want je haalt meer klussen binnen. Maar je kosten gaan ondertussen ook omhoog. En dat was het moment voor ons om te kijken van nou, hoe willen wij nu eigenlijk werken? En wat voor type opdrachten en welke type klanten willen wij binnenhalen? Nou, wij werken merendeel voor technische bedrijven. En hebben geleerd dat verkoopverantwoordelijken in de techniek zo'n beetje 25% van hun tijd maar beschikbaar hebben voor verkoop. Ze hebben veelal ook nog allerlei andere activiteiten, hebben een overvolle agenda en rennen van hot naar her. En die 25% die je dan beschikbaar hebt, die werd vaak niet op de meest ideale manier ingevuld. Of in ieder geval, het resultaat was er onvoldoende naar. Dus zaak waarin wij dus met onze klanten naar werken is een andere verkoopaanpak met een betere strategie die in ieder geval meer oplevert. Meer van wat jij zou willen laten opleveren. Waar werken wij dan aan? Ten eerste het bepalen van de ideale klant. He, voor welk type klant wil je werken? Is dat het soort werk? Is dat de grootte van een opdracht? Is het het soort klussen? Is het de omzet die erbij komt kijken? Allemaal heel belangrijk om te weten van nou, waar wil je het meeste uithalen? Hetzij dat je team zo veel mogelijk tevreden is. Hetzij dat je omzet ook zo fijn mogelijk is. Nou, op het moment dat je je ideale klant hebt bepaald, weet je ook dat je je ideale klant beter kunt gaan vinden. Nou, LinkedIn is daar een heel belangrijk onderdeel in. Dus zorg dat je LinkedIn-activiteiten optimaal worden ingezet. Met een compleet profiel, voldoende zichtbaarheid en een goed netwerkelement binnen LinkedIn, maar ook daarbuiten uiteraard. Nou, op het moment dat je met LinkedIn lekker bezig bent, kan je ook verder gaan kijken van waar bevindt je klant zich nou verder en wat voor een taalgebruik hanteren ze. Dat taalgebruik kan je weer terug laten komen binnen je LinkedIn-activiteiten, maar binnen ook andere activiteiten die je toepast. En het is heel erg belangrijk dat je ernaar kijkt, begrijpt jouw klantje voldoende? Is jouw boodschap voldoende op jouw klant afgestemd? We zijn allemaal een beetje vakidioten en we hebben nog een handje ervan omdat we heel veel expertise hebben om te veel in onze eigen vaktaal te gaan praten. Terwijl onze klanten onze expertise onvoldoende hebben, want daarom hebben ze ons nodig. Hè? Daar hebben ze je nodig. Daardoor krijg je het effect dat jij veel op een kennisniveau 10 zit te praten, terwijl jouw klant op kennisniveau 1 of 2 zit. En dan weet je wel, ja, ik moet in een Jippie-Janneke taal gaan praten, dus je gaat naar een 6. Maar dan is er nog steeds een gat in de communicatie hoe je zo helder mogelijk bij jouw klant overkomt. Daar werken we dus ook aan. Daarnaast gaat het erom dat je zo rechtstreeks mogelijk jouw klant gaat bereiken. Ook daar is LinkedIn weer een hele mooie voor. Want weet je dat 77% van de beslissingsnemers op LinkedIn is? En dat je met behulp van LinkedIn dus de secretaresse of de receptioniste heel makkelijk kunt omzeilen. Want we kennen allemaal die fuik waar we inlopen op het moment dat we bellen met de receptioniste. Waar belt u voor? En dat je daar dan een antwoord op moet geven. Nou, dit zijn allemaal tactieken die wij toepassen en nog veel meer erbij om uiteindelijk veel concreter in je verkoop te gaan werken, veel concreter in je marketing aanpakken en een combinatie toe te passen. Niet alleen online, want offline vinden we ook belangrijk. Dat betekent bepaalde mailings, netwerkbijeenkomsten, maar ook weer allemaal gebaseerd op voorwerk, onderzoek, het bepalen van je boodschap en het doorzetten. Nou, dat en nog veel meer passen we op die manier toe. Heb je nou zoiets van, nou, er zit een grond van waarheid in en ik heb eigenlijk wel eens interesse wat die aanpak nou is? Nou, stuur mij dan een berichtje en dan gaan we kijken of we jou kunnen helpen om inderdaad 1 miljoen meer omzet volgend jaar te gaan behalen. Lijkt mij leuk, maar we moeten eerst even afwachten of het inderdaad past bij jouw organisatie. Ik kijk uit naar je bericht. Tot snel.